officieel uitslag van de finale 1500 meter bij de Suzanne de overwinning voor Veerle Bakker in 4:36:62. Suzanne van Beveren in Kirkus 4:37:10. En Christel van der Berg van Energie 4:37:97. Dat is het podium bij de meisjeszaal die 1500 meter. Bij Bolstad Bolstring, dames en heren, in de zet. En dan zijn we weer naar Voetbal. Ik kwam binnen 3 meter en heeft hier de aanval de 31 gehaald. En probeert in de derde poging van 3:36 te springen. Dan hebben we daar ook Milt de Kok. Zij kwam met 3:30 binnen en probeert in de derde poging natuurlijk ook de 3:36 te halen. En dan hebben we nog Kaan Broekman en Saskia van der Loon. Het is Bram Andries meteen aan de leiding in deze finale bij de Jongensavond, die 1500 meter. Bij hem zit de man van die cursus, Sven Schonebeek en Tom de Gelder namens Olympus 70. En dan Tom Hemmingsen van AAC 61 hangt op in aanslag. Bij het verspringen hebben we dan 3 ronden gehad met aan de leiding die wel op 4 en is er 1 op 20 plaats. Van de Jules zijn met 5:1:70 en op een derde met 5:65 Tara Jolo. Boogstorm Johannes B. is echt klaar met de eerste 3 ronden. Toch een dikke behoorlijke wijziging. Jacqueline Marielson heeft de leiding ook genomen met zijn laatste stoot in de derde ronde met 16:46 meter. Nu tweede met 15:55 Attila Matthijs Bols. En derde met 14:69 van Attila ook Florian Wijnen. We gaan verder met de vierde en de vijfde en de zesde ronde met de beste 8 koolstoters Jongens P. Drie atleten bij elkaar in deze finale 1500 meter bij de Jongens A. Jan Andriessen, de man in het zwart, de man in het rood, is Tom de Gelder. En in het blauw is het Sven Schonebeek. We zitten in de laatste ronde. Tom de Gelder is Sven Schonebeek. Hier voor de drie weg. De man in het zwart. De nieuwe Nederlands kampioen 1500 meter jongens aan. Bram Andriessen. Voorsprong. De tweede plaats is er voor Tom de Gelder en het brons gaat mee naar Groningen met